Dag iedereen, welkom bij Derayeur, de, de wielerpodcast van Pix Sports. En deze aflevering die staat helemaal in het teken van de ronde van Zwitserland die voor de deur staat. Dat is een van de twee voorbereidingswedstrijden bij uitstek op de Tour, die er ook heel snel aankomt. Dus focussen we op de Tour de Suisse met twee gasten. Frank Kosten, een van onze vaste analisten, en Dries de Poter, renner van Intermarché Circus Wanti. Dries, jij hebt de Giro uitgereden. En de Tadei Pogacar show van dichtbij gezien. Dus. Ja, het was impressionant om te zien uh, hoe sterk dat hem rondreed. Het is niet, uh, niet dat het echt een, een grote verrassing was of zo, wat dat uh, hem deed, maar het was uh, elke dag wel gewoon met grote ogen kijken. Ja. En uh, ja, niet echt een verrassing als je over de meet kwam wie dat er gewoon had. Zonder veel problemen, die Giro uitgereden? Ja, eigenlijk best wel. Het ging, uh, het ging vlot. De, het helpt natuurlijk wel dat in de Giro de tijdslimiet echt heel erg ruim is. Uh, Pak ruimer dan in de Tour bijvoorbeeld. Dus dat helpt wel. Um, maar ook gewoon qua. Ik ben niet, niet ziek geweest tijdens, uh, tijdens, de, de, tijdens de Giro. Ik heb, uh, in die end ben ik, ben ik twee keer gevallen, maar het viel ook uh, alleszins nog wel mee. Dus uh, ja, het was, uh, het was goed te doen. Ja. Frank, wat heb jij allemaal uitgezet tijdens de Giro maand? Jij bent op avontuur geweest. Hè? Ja, ik ben uh, een maatje op reis geweest uh, met de motto. In, uh... In uh, landen die eigenlijk niet zo populair zijn: Armenië, Georgië, Turkije. Dus, uh, maar ik heb de Giro wel gevolgd op, uh, op telefoon, voor zover het kon. En uh, ik heb toch uh, de Pogacar-show uh, van dichtbij kunnen volgen. Ja. Ja. De ronde van Zwitserland. Dries, je gaat dit jaar wel niet deelnemen. Past het niet in je programma? Uh, op zich past het wel in mijn programma, maar uh, ik, ik was zelf niet echt, uh, niet echt voorstander van het, uh, van het rijden dit jaar. Omdat ik had dan het parcours eens, uh, eens bekeken. En ja, eigenlijk is de ritten die mij goed passen is eigenlijk enkel de eerste rit. En, uh, en zelfs dan na de Giro weet ik niet echt hoe het aan mijn lichaam gaat reageren op, uh, op terugkoersen. Dus dat valt altijd een beetje te bekijken. En de laatste vier, vijf ritten waren gewoon, uh, ging gewoon overleven zijn voor mij. En als ik dan uh, naar, het, uh, naar het parcours van de Ronde Waar België keek, dat was iets dat me veel uh, gelukkiger maakte. Dus uh, ik had dan de ploeg gevraagd om, uh, om dat te wisselen. En daar hebben ze mee ingestemd. Ja. Dus uh, daarmee dat ik, hem, dat ik hem niet rijd dit jaar. Ergens is wel jammer, want het is een van de mooiste rondes uh, op de kalender. Maar ik, uh, ik denk dat ik hem nog genoeg zal doen in mijn carrière. Ja, het uh, is een zware ronde van Zwitserland die voor ligt, hè, Frank. Hè? Ja, inderdaad. Uh, ik heb een keer het parcours bekeken, een uh, keer of vier aankomst boven. En dan die min of meer sprintersritten zijn nog heel lastig. Dus uh, derde, derde categorie, twee, drie keer op één rit. Op het einde van de rit dan nog. En dan twee tijdritten. Een tijdrit om te beginnen, een proloogtijdrit. En op het einde een klimtijdrit. Dus uh, ja, een zeer lastige ronde van, uh, van, die, van Zwitserland. Ja. ja, die proloog, een kilometer... Op... Vier kilometer achthonderd, ja. 800, ja. En een beetje op een ja. stadscircuit, dat is echt specialistenwerk. Natuurlijk. Vier bochten. Ik heb gelezen in een boek, ze spreken van een gemiddelde van 55 kilometer per uur. Dat ze uitgerekend hebben voor uh, de gemiddelde tijd. Dus ik denk wel dat het een heel uh, supersnel parcours zal zijn. Ja. Voor de Kung's en bissigers van deze wereld? Ja, dat denk ik wel. Kung won ook vorig jaar de, de openingstijdrit in Zwitserland. En ik denk niet echt dat er iemand aanwezig is dat, dat hem gaat kunnen matchen. Zeker voor eigen volk is die altijd super gemotiveerd. En uh, ja, het is ook gewoon uh, daarnaast een van de beste tijdrijders ter wereld. Zeker op. Uh, de afstand onder 10 kilometer. Dus ik denk dat het moeilijk was om hem te kloppen. Ja. Daarna volgen dan die zogenaamde sprintersritten, Frank, die er voor hetzelfde geld geen zijn. Hè? Die uh, uh, eindigen op een sprintje van een groepje of, of een solo. Ja, dat is natuurlijk na nou Van Ant het koersverloop. Maar als je ziet dat Kevin die toch komt meedoen in functie van de toer. er zijn eigenlijk geen ritten voor hem, maar toch komt hij die, die laatste hand leggen om zijn 35 ste overwinning in de ronde... De Ronde van Frankrijk te behalen, uh, toch voorbereiden in Zwitserland. Dus ik denk wel dat hij toch denkt van toch een keer te gaan kunnen sprinten tegen de rest van de sprinters die er zijn. Uh, Jordi Meus, uh, Thibaut uh, Nijs, Eiter zijn er nog een paar, die er, uh, Delis onder andere. Uh, dat zijn allemaal mannen die, als hij daar kan tegenwinnen, dat is toch weer een stuk vertrouwen. Alhoewel, ik heb mijn twijfels, maar het is toch goed dat hij kon meedoen met, het, met de functie van de Ronde van Frankrijk. Ja. Maar zeker niet om... om om weer de pannen van tak te rijden. Dat gaat hij zeker niet doen. Ik denk dat we mogen blij zijn als hij iedere dag in de laatste groep naar de meet rijdt. Ja. Je twijfelt aan het feit of het mogelijk is die 35 e rit zeggen of niet? Ja, ja. waarom? Pff, ik, ik, het, is, het is eigenaardig, maar ik ben ook sprinter geweest. Uh, hij heeft ook drie kinderen. Is 35 jaar. De Tour, massasprinten in de Tour zijn. Nog een keer zo hectisch of in gelijk welke andere ritwedstrijd. Om u daar terug te gaan tussen smijten en te wringen en te doen. En ook vroeger had Cavendish de reputatie, oh, het is Cavendish, laat er hem tussen. Maar nu niet meer. Nu moet hij weer zijn, 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 zijn dingen gaan bewijzen dat hij een topsprinter is. Dus hij gaat gewoon de ruimte niet krijgen om er aan tussen te rijden. En met een treintje voor mij heeft hij ook geen treintje. heeft, heeft Morkov, die is ook natuurlijk al een beetje fan de carrière. Denk ik dat hij tegen een, een, een trein van, van Philipsen en, en andere treinen, dat hij daar veel te kort gaat komen om zich te positioneren voor die massasprint goed te kunnen beginnen. Ja, anderzijds, je weet met Kevin dat je nooit, race. Ja, ik ben eigenlijk compleet niet akkoord. Ja, oké, dat is. Het is duidelijk eigenlijk als je gaat kijken naar de renners die ze binnen Astana hebben voor, uh, voor die lead-out. zit daar echt heel veel kwaliteit bij elkaar. En voor mij hebben ze dat in de ronde van Hongarije echt uh, absoluut laten zien. Door doen doen ze eigenlijk de textbook-lead-out, zoals dat ik er de afgelopen jaren niet veel heb gezien, uh, wordt eigenlijk uh, ja, waar Markov eigenlijk maar 100 meter uh, een lead-out moet doen en Cavendish kwam er al over. en uh, Uiteindelijk zit uh, Groenewegen een van de snelste renners ter wereld in Cavendish's wiel en ik kan niet over zijn brake komen. Uh, wat mij gewoon absoluut laat zien dat Cavendish echt echt nog de snelheid heeft om het te doen en zeker met Morkoff, uh, Kees Bol en dan uh, daar nog uh, Siriza voor, waar echt een, uh, ook gewoon zelf een van de, een hele snelle sprinter is. Voor mij is het al echt uh, meer dan genoeg kwaliteit om, uh, om die 35ste toeren te pakken. Zeker onder, onder hoge vermoeidheid is voor mij Kevin absoluut uh, nog een van de allersnelste. Nu moeten we ook realistisch zijn dat, dat Philips veruit te, te kloppen mangas zijn in de Tour en dat hij altijd wel de favoriet zal zijn. Maar ik, ik, ik denk zeker dat we niet mogen uitsluiten dat Cavendish uh, toch die 35ste nog gaat pakken. Ja, en dat zou dan het absolute record zijn. Cavendish die dus de opstap maakt via de Ronde van Zwitserland naar de Tour de France op jacht naar die 35e recordrit, daar. We komen terug naar het parcours, mannen. De eerste aankomst bergop, dat is meteen een uh, die klinkt als een klok. San Gotardo, de Sankt Gotthard-col. Frank, wat uh, herinner je je daar nog van? Van nee. een rit met de motor toevallig tot boven of uh, met de fiets? Absoluut niet. Nee. Ik ken die col niet. Nee. Ik heb er al veel horen van vertellen, maar nooit zelf opgereden als renner. En uh, ook niet met de motor, nee ken jij hem nee, nee ik heb echt geen flauw idee wat het, het is door... een beest schijnt 30 kilometer of zo is Aha. dus uh, hoeveel hoogte in één keer dat ze moeten doen 1800 meter heel veel in elk geval ja, ja. en dat, dat, dat is dat het stijgen eigenlijk, eigenlijk normaal, he, ja. Ja. dus ik denk wel dat uh, ja vroeger hadden we in de ronde van Zwitserland de rettenbach verder de gletsjer daar in Sulden, dat ze naar boven reden naar uh, 3, 2900 meter dat was ook een hele lastige beklimming. Dus dat ik vergelijk een het een beetje. Wat? Dat is echt een monster. Wel, dat, echt echt, dat ken ik wel, want ik ben <laughs> er altijd op wintersporten geweest. Ik heb nog in de winter met mijn crossfiets in de col iedere dag naar boven gereden om mijn conditie op te bouwen tegen dat ik terugkwam om, uh, om mee te kunnen met de groepstrainingen. Maar uh, dat is echt, echt een beest. Dus ik denk dat de, de, de grotaar ook zoiets is. Uh, de Grosklokner ook zoiets is. Ja. Ja. De Noevenpas, die zit er ook in. Uh, dit jaar niet in die derde rit, maar. Uh, Verderop in de Ronde van Zwitserland. Dat is de tak van de Ronde van Zwitserland. Top op net geen 2500 meter. Kennen jullie die? Volgens Fabian Cancellara, de moeilijkste beklimming in Zwitserland vanuit de kant waar ze nu uh, rijden. Ik heb de oefenen opgereden, maar het is al heel lang in mijn geheugen dat ik moet. En waarschijnlijk heb ik me dan niet amuseerd. <laughs> dus ik heb hem echt niet. Uh, ik weet niet meer aan mijn gedachten dat. Uh, maar ik heb al de indruk in Zwitserland. Ik denk dat jij dat, dat ook zult zeggen, dat, dat de Koolsmeer. Dat zit er meer loop in. Dat, dat bolt meer. Het is, het is niet gelijk in Frankrijk en in Italië, waar je echt van die muren hebt, kilometers aan een stuk. Dat is iets minder, en dat bolt wel. Dus op dat gebied is dat iets minder lastig, of Alpecols, maar natuurlijk niet hand na langer, of een Alpenkol. Had je dat idee vorig jaar ook, Dries, over de beklimmingen ja, in Zwitserland? Ja, wat, wat vooral opvalt, is dat de wegen daar gewoon enorm goed zijn. Dus soms heb je ook, heb je ook beklimmingen in Frankrijk, bijvoorbeeld, die 7% zijn... Maar dan uh, rijdt het daar eigenlijk van put naar put. En dan voelt het echt uh, nog eigenlijk een pak lastiger aan, dan dat het gewoon mooie asfalt is. En dat je eigenlijk uh, vlot kunt meefloten in, uh, in het zog van andere renners. Um, dus in dat opzicht is het altijd wel een, wel een voordeel natuurlijk. Ja, 20 kilometer aan 7, 8 procent is, uh, is super lastig. Dus uh, dat, is, uh, dat is voor elke renner zo denk ik. Ja. Dus uh, ja, het zal zo, sowieso super, super lastig zijn. Ja, maar dat slotweekend dat is ook dan nog eens, ja, bijna niks als klimmen. Hè? Aankomst boven in Villaar sur olon op zaterdag en zondag ook nog eens een klimtijdrit van 15 kilometer ja. naar villars sur olon Waarin die 15 kilometer dan 900 hoogtemeters moeten overwonnen worden. Dat is ja, echt een klimmersaankomst. Uh, een klimmersweekend eigenlijk om de ronde van Zwitserland mee af te slagen. Ja, het zal, het zal in ieder geval een, uh, iemand die daar wint, die, dat zal een goede klimmer zijn in ieder geval. Ja. Denken we dan in eerste instantie aan Sjelmoze, die vorig jaar uh, gewonnen heeft, aan Bernal, Carapaz, allemaal ex-winnaars, uh, om Goeie. dat tot een goed einde te brengen? Ja, ik, ik was net even, even aan het denken eigenlijk, dat dit echt zowel, uh, de Ronde van Zwitserland is, waar uh, onze Colombiaanse vrienden echt van dromen. Hè? Echt uh, de ene. Uh, op hele hoge hoogte klim uh, na de andere. Een korte proloog, dus daar gaan ze ook niet heel veel tijd verliezen. En die laatste tijdrit is ook gewoon echt super lastig. Dus dat is echt ja, dat is, uh, een van die, van die rondjes waar, waar die Colombiaanse renners, uh, of dan van Ecuador, uh, Carapaz zijnde, dat die echt uh, aan hun trekken komen. En ik denk dat we sowieso een van de allerbeste klimmers ter wereld uh, de eindzegen gaan zien pakken. Ja. Uh, wat vond je van Quintana in de Giro? Want die ja, doet ook mee in Zwitserland. Voor, uh, voor quintana standaarden vond ik dat hij eigenlijk uh, drie weken lang in deuken pas geboten reed tot opeens de koninginetappen uh, ging hem bijna winnen. Uh, dus ja, ik zou er niet wat verschieten als hem, uh, als hem door de Giro uh, weer die stap heeft gezet richting uh, zijn oude niveau. Dat het misschien iets meer uh, constant kan zijn. Dus ja, je, je weet nooit met je gasten. Vijf, zes jaar geleden gingen we zeker uh, een van de grote favorieten voor de Eindwinds geweest zijn. Dus ik, uh, ik ben er zelf ook wel benieuwd naar eigenlijk. Ja, ja. Dan zitten we ook al bij meer gevestigde waarden natuurlijk. Met Bernal, met Carapaz, met Quintana, met ook Keel uh, Maar zo'n zo Lenny Martinez, uh, Frank, of Oscar Ja, only, die heeft die al van gasten. jaar al uh, redelijk wat gewonnen. Op de, de, de Moffaron heeft hij gewonnen. En dan heeft hij nog een paar klimritten uh, gewonnen. Dat ik gezien heb op televisie. Is wel imposant als Bergop aankomst. is een lichtmanneke. Uh, natuurlijk, ja, het, is, het is een ronde, hij zit tegen wereldcoureurs dat hij moet koersen, uh, maar ik verwacht hem toch, niet dit jaar al, maar toch in de komende jaren als een topklimmer. Ja. Ja. Oscar Only, ken je die? Uh, jonge Brit? Ja, ik ken hem persoonlijk nu niet zo heel goed. Uh, maar het is wel iemand dat, dat gewoon heel imposant is om tegen te, te koersen. Ik koers er al helemaal leven tegen. Uh, maar hij heeft dit jaar nog niet echt geluk gehad. Hè? Ik denk dat hij al drie keer zijn slotelbeen heeft gebroken dit jaar. Dus het is nou niet echt uh, zijn, uh, zijn beste jaar tot nu toe, maar elke keer als hem wel in koers terugkomt, is hem wel goed in orde. Dus ik denk dat hem, dat hem zeker wel uh, op de voorposten te zien zal zijn. Ja. Pitcock, wat daarvan gedacht? Um, pff, altijd niet. moeilijk hè? Ja, dus Pitcock is altijd zo, we gaan een klassement rijden in toeren. En de ambenduur kiest er toch een paar ritten uit en het is laat het klassement gaan. Want als je een klassement rijdt, mocht je vergeten voor ritten te winnen. Dat gaat niet meer. Hè. Je, zit, je zit in een bepaald kringetje waar je er niet meer weg kunt. Hè. Of je moet Pogacar uh, noemen natuurlijk, die de mannen eraf rijdt en toch nog de rit kan winnen. Pitcock, ja, het is, het is moeilijk. Misschien in, de, in Zwitserland iets beter. Maar ik denk dat ze toch voor Bernal gaan kiezen. Ja. Binnen, binnen Ineos. Dat toch de man is die toch van die jaar toch moet bewijzen dat hij terug is. Mm. En dat het voor Pitcock meer is weer de overgang even van de mountainbike naar de wegfiets en een opstap richting Olympische Spelen? Ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet zo heel goed dat er erin staat, want uh, uiteindelijk die Olympische titel in het mountainbiken, die heeft hij al. En hij is toch wel iemand die echt uh, heel erg excited wordt van dat echt dat Palmares najagen en uh, de ene grote overwinning naar de andere proberen te pakken. In voor mijn mening heeft hij nu echt wel de moeilijkste tour uitgekozen van de afgelopen jaren voor, uh, voor echt eens voor klassementen gaan. Deelnemersveld is zo ongelooflijk sterk dat, uh, dat ik toch denk dat het voor hem moeilijk gaat worden. Maar het is, gelijk Frank zegt, met die gasten weten nooit. Uh, het is zo'n groot talent. En ik denk dat de Ronde van Zwitserland dan echt wel, uh, wel een goede waardemeter gaat zijn. Als, als Pitcock echt ambitie heeft om podium te rijden in een tour, dan zou hem eigenlijk deze Ronde van Zwitserland moeten winnen. Um, en, en zowel hij als Bernal zijn voor mij echt de grote vraagtekens, uh, waar, waar ik echt heel erg benieuwd naar ben hoe dat die het gaan doen daar in Zwitserland. Uh, en als ze daar bijvoorbeeld één, uh, één of twee kunnen eindigen, of uh, allebei op podium, dan denk ik dat we, dat we weer een, uh, een ineos blok gaan zien samen met Carlos Rodriguez dat heel, heel interessant gaat zijn voor de Tour. Uh, misschien niet voor Pogacar te kloppen, maar wel gewoon voor, uh, voor podium. Dus ja, het, het is zeker uh, interessant om, om te kijken wat die mannen gaan doen. Is er dit jaar op of onder voor Bernal, Frank, in uh, het rondewerk? Ik denk het wel. Ja. Dus nu, vorig jaar heeft hij het hele jaar gerevalideerd, re dat het, het eerste jaar volledig kunnen koersen heeft. En nu dit jaar heeft hij toch al een paar keer laten zien dat hij, uh, dat hij echt wel goed is. Maar nu dat beetje wat, wat we van hem eigenlijk vroeger gewoon waren. Bergop, dat hebben we altijd niet gezien. Dus ik hoop het van het nu te zien in Zwitserland of in de Tour. Dus uh, ik denk het wel dat, dat het jaar erop of eronder is. Ja. Ja, en zo zie je maar hoe moeilijk het is, Dries, om ja, van zo'n crash, die levensbedreigend was in het geval van Bernal, op een uh, niveau terug te keren dat je van vroeger uh, wel had. Hè? Ja, absoluut. Nu, nu heb, ik, heb ik al wel gehoord dat hij echt wel al aan zijn waardes uh, is gekomen die dat hem voor zijn valpartij reed. Ik denk dat het ook wel gewoon een beetje uh, tegen zit voor hem. Dat er uh, dat mannen zoals Pogacar en Vinegard uh, er echt nog een serieuze stap hebben bijgedaan. Uh, maar het is, niet, het is niet te ontkennen dat je dat gast zo'n groot talent heeft, dat hij uh, gewoon mee had gegroeid met Pogacar en Vinegard, denk ik. Het is, uh, het is niet voor niks een toer en een giro winnaar. Mm -hmm. Uh, maar ik heb heel positieve signalen gezien in Romandië. En, en ik hoop echt voor die jongen dat hij hem, dat, hem dat kan doorzetten in Zwitserland. En dan zo kan, kan doortrekken richting de Tour. Maar ik denk wel eerlijk gezegd: als we het niet in Zwitserland zien, dat het ook niet, uh, niet gaat gebeuren in de Tour. Dus het is echt wel, ja, echt wel een belangrijk examen. Ja. En het is ook misschien wel belangrijk om niet te goed te zijn in Zwitserland met het oog op de Tour. Want dat hebben we de laatste jaren ook wel gezien. De mannen die echt schitteren in Zwitserland die hebben dan in de tour net iets minder, zoals Skjelmose, zoals Felix Gal bijvoorbeeld uh, vorig jaar. Ja, maar ik, ik vind dat je dat persoonlijk altijd ziet bij die mannen. Zo met alle respect, zo Jare Jakob Fulsang, Skjelmose, wat echt de top van de top is, maar zo net dat laagste onder, een Pogacar, een Vinningaert, uh, in der tijd uh, Froome, Thomas, daar net onder zit voor die grote rondes, waar je eigenlijk van weet van. Die mannen zijn heel moeilijk te kloppen op een rittenkoers van één week, maar op drie weken zijn, zijn er gewoon betere renners. En ik vind mm -hmm. dat je dat vooral altijd bij dat soort mannen heel erg fel kunt zien. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld, uh, Vinnengard uh, vloog in de, in de Dauphinaire, iedereen helemaal naar huis en dat was in de Tour gewoon juist hetzelfde. Dus ik denk dat dat voor die absolute toppers, uh, dat dat gewoon minder meespeelt dan, uh, dan voor de mannen van uh, het daar net onder. Ja. Wie nog uh, sterk voor de dag komt... UAE, Op alle fronten zitten die goed. Ook in Zwitserland weer een uh, sterrenensemble met Hirschi, met die jonge Del Toro, met uh, de nog jongere Jan Christen. Uh, ja, fantastische uh, ploeg die zij hebben samengesteld alweer. Ja, absoluut. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat Adam Yates gaat doen, want ik had die in de Dauphiné verwacht, maar daar, daar rijdt hij niet. En ik neem toch aan dat hij nog wel een wedstrijd zal doen voor, uh, voor de Tour. Mm -hmm. Dus misschien wordt hij nog toegevoegd aan, uh, aan Zwitserland. Ik, uh, ik weet het niet zeker, maar. Ik denk dat dat ook wel gewoon iemand is uh, waar we echt. Uh, Voorlopig wil... staat hij er niet ja, over. Is er een voorzien ja, voor Jay J. Vine ook, uh, ook wel? Uh, ik heb het ook nog, ja. ge nog ge gecheckt, maar het zou mij verbazen moest hij zonder, zonder wedstrijdritme naar, naar de Tour gaan. Maar het kan natuurlijk, hè, maar um, als, die, als die start is het ook gewoon een interessante naam om, uh, om te volgen. Ja, dan hebben we de Buitenlanders zo wat gehad. Jij hadden daar straks de naam Thibault Nijs ook al aan, Frank. Hij heeft. Uh, de Eindzeeg gepakt in de ronde van Hongarije, twee ritszeegers, ook een rit gewonnen in Noorwegen. En dan is de ronde van Zwitserland een logisch gevolg om daar ook mee te doen voor winst. Ja, ja, inderdaad. Dat zijn parcours die, die niet echt de bergritten, die ja, luik luikritten zo gezegd, die, er, die voor de bergritten komen. Dat is iets voor hem. Kolok van derde categorie, alle sprinten, de meeste sprinters zullen gelost zijn. En hij kan dat perfect uh, naar zijn hand zetten, denk ik. Dus ik, ik verwacht wel op een, een hoger niveau nu natuurlijk, want het is natuurlijk niet gewoon Hongarije waar hij nu zit uh, voor te sprinten, dat hij toch wel gaat meedoen voor een rit te winnen, zeker en vast. Ja. Hoe indrukwekkend vind jij hem rondrijden, Dries, Timon, Enorm indrukwekkend. Ik, uh, ik heb na zijn overwinning in Noorwegen heb ik ook uh, uit curiositeit ook gewoon de waardes gevraagd wat hij had, uh, had gereden in zijn, uh, in zijn overwinning. En ik uh, kreeg het berichtje terug uh, met de waardes en dat was al indrukwekkend. Maar dan kreeg ik er ook nog bij dat uh, in Hongarije nog hoger lag. Dus uh, en die waardes, aan die waarden gezien, uh, ja, eerlijk gezegd, uh, zie ik het niet, uh, niet nog 50 wat hoger liggen in, uh, in Zwitserland. Zeker niet in de puncheritten. Dus ik denk uh, dat het meer dan het niveau heeft voor uh, ja. ritten te winnen in de Ronde van Zwitserland. Uh, ik denk als zijn uh, ploeg hem naar de Giro had gestuurd. Uh, dat hem ook gewoon had meegedaan in sommige ritten. Um, die gast heeft zo'n hoog niveau. Het is, uh, het is gewoon een kwestie van tijd totdat dat uh, zich uit in de nog grotere wedstrijden. Ja, want hij heeft voor een goed begrip de voorbereiding met de ploeg voor de Giro ook meegedaan, hè. is naar Tenerife geweest en mee gaan trainen op de tijden. En dan uh, teruggekomen en uitgepakt in Hongarije en, en dan zo. Ja, het was dat voor mij eerlijk gezegd een beetje een verrassing dat hij niet naar de Giro ging, want ik had uh, met hem in de winter ook nog gesproken. En toen zei hij dat, dat dat een optie was dat hij naar de Giro zou gaan. En ik zag welke voorbereiding dat hij aan het doen was. En ik was eigenlijk wel vrij overtuigd dat hij ook in die, in die selectie ging zitten. Maar Trek heeft natuurlijk alle ballen op Jonathan Milan gezet. En ik denk dat hij daar, daar misschien een beetje het slachtoffer is van geworden. Maar hij is er zeker niet slechter door geworden. Want hij heeft dan uitgepakt in Hongarije en in Noorwegen. En, uh, en dan zal hij nu ook wel uh, zijn kansen krijgen, denk ik, in uh, de ritten die hem goed liggen. Ja, wie wel de Giro rijdt, maar had uh, moeten opgeven in de elfde rit door ziekte, dat is Kian Uiterbroeks. Die maakt zijn rentree in uh, Zwitserland. Dat uh, opent perspectieven, denk ik dan. Ja, ja inderdaad. Uh, het wordt ook weer veel verwacht van hem. Uh, natuurlijk, hij komt terug van uh, een ziekte. Dus in hoeverre heeft hij zijn voorbereiding kunnen doen op uh, de Ronde van Zwitserland... Tour had hij niet rijden, denk ik. Dus uh, de Ronde van Zwitserland. Uh, we hebben hem vorig jaar bezig gezien, uh, dat was toch ook niet, niet zo slecht, vind ik. Zeven die in toch, het eindklassement. Dat hij toch uh, voor een klassement kan rijden. Natuurlijk, dan zou het weer moeilijker zijn voor een rit te winnen. Uh, maar als hij daar een klassement kan rijden en eventueel een podium zou kunnen halen, dat zou wel, uh, heeft hij in ieder geval nummer één gekregen van de, van de ploeg. Dus dat betekent al iets, als je ingeschreven staat met een nummer 1 achteraan. Dus dat betekent al dat je ja, als kopman uitgespeeld wordt. Dus ik denk wel dat ze heel veel van hem verwachten en wij ook. Ja, parcours op zijn maat ook, Henry. Absoluut. Ik, uh, ik zie niet in warm dat hij niet uh, top 5 zou kunnen rijden of zelfs voor de winst uh, zou kunnen meedoen. Hij was echt heel indrukwekkend in de Giro. Uh, en het is uh, alleen maar uh, des te meer jammer dat hem uh, door ziektes uh, is moeten uitvallen. Maar ik denk dat hem echt wel uh, gebrand is om. Om nu terug te, ja, er gewoon direct terug te staan in Zwitserland. Ik, ik had ook gezien dat hem bijna direct terug op hoogte was, uh, was gegaan na, na de Giro. Dus uh, ik zie niet in waarom dat hem uh, niet top zou zijn daar. Maar ja. Ik denk alleen die twee tijdritten: dat is een beetje zijn zwakpunt. punt. Ja, ik weet niet wat jij ervan denkt. Ja, maar voor sowieso, de rest, de bergritten kan hij allemaal meedoen om te winnen. Maar die twee tijdritten voor een klassement. Dat zal toch belangrijk zijn. Dat is een klimtheid, natuurlijk. Ja, het, het, het ding is dat uh, dat nu niet, uh, niet de jaren tijdritten zijn waar je van zegt van hier gaat een minuten verliezen. Ik vond ook dat, je, dat we in de Giro al wel beterschap zagen. Er is uiteraard nog heel veel werk. Zeker als je wilt, uh, wilt vechten met, met de echte mannen van, van het toplevel, zoals uh, een Pogacar of, uh, of een Vinegard. Um, maar uiteindelijk denk ik dat hem wel de schade zou kunnen beperken. En in mijn ogen moet hij ook gewoon in staat zijn om, uh, om bijvoorbeeld betere tijdrit te doen dan Carapas of, uh, of Bernal, die nu ook niet echt gekend staan als de beste tijdrijders. En als zij dat kan, kan doen, dan uh, moet ze maar uh, gewoon een berg op. En dat is ook niet echt iets dat simpel is. Dus uh, ja, het is, uh, als zij de schade kan beperken in de tijdrit, zie ik hem echt wel ver komen. En gezond blijven, dat is tegenwoordig belangrijk. Hè? Die mannen zijn allemaal zo afgetraind, zo mager. Ja, van als ze dan een beetje vermoeid raken, dan heb je uh, een venster die open staat en heb het zitten. Ja. Want dat was toch ook opvallend in de Giro. Edries. Hoeveel zieken dat er uh, hebben moeten opgeven? Ja, ja. Het was echt wel. Uh, en het was ook zo. Je ge voelde het ook komen. Zo tussen rit. Dus eigenlijk na de eerste rustdag in Napoli en zo rit 12 13 13 uh, hoorden echt uh, heel veel hoesten, in het peloton en. Uh, en ik wist eigenlijk al vrij snel wat dat er aan de hand was. Ik had ook de, de dag uh, voor dat Kiyan opgaf. Uh, ik kwam in de groepet op binnen. En uh, zijn hun VIP-kaart stond naast die van ons. En ik, ik passeerde hem net als hij van het podium kwam. En ik, zei, uh, en ik vroeg hem, ik zei, Hoe is het je wist geweest, de, de witte trui nog. Hij zegt, ja, maar ik uh, ben echt niet goed. En uh, de ochtend erna kregen we het nieuws dat hij had opgegeven. Dus uh, het was, uh, voor veel mensen was het eigenlijk. Uh, het was duidelijk wat er rondging in het peloton. En voor sommigen was dat helaas uh, het zijn om, uh, om naar huis te gaan. Ja. We gaan verder met het uh, rijtje Belgen. Um... Arnaud Dely, puur training voor de Tour? Deze ronde van Zwitserland? Ja, ik weet niet dat je in Zwitserland veel kunt trainen, maar ritme opdoen. Dat is al lang verleden tijd als ze rittenwedstrijden mee, mee komen doen om te trainen. Iedereen die meedoet aan een rittenwedstrijd is voor iets te presteren. Iedereen komt er altijd goed in vorm toe. Dus ik denk dat het voor de Lee niet anders zal zijn. Dat hij uh, toch zal proberen een keer mee te sprinten voor de, voor de overwinning. Ja. Dus in geval dat dat gebeurt, uh, zal ik hem zeker als favoriet zetten als het een massasprint wordt. Met alle sprinters samen. Ook tegen Cavendish. Maar uh, we moeten nog afwachten. Of dat ze het om overleven, de, de in ervoor komen. Ja. Dat is altijd, uh, Zwitserland is niet gemakkelijk. De eerste ritten zijn zogezegd vlakke ritten, maar het is echt niet vlak. En dat weet ik helemaal. Uh... Ja, dat, dat klopt helemaal. Ik, ik herinner me nog vorig jaar, de eerste rit was ook, uh, zo gezegd, wel, wel een best vlakke rit. Uh, de rit die Geer wint, uh, uiteindelijk. En uh, dat was eigenlijk, uh, al ja, zo heel de dag, uh, echt enorm hoog tempo. Zo, het, het leek eigenlijk een makkelijke rit misschien op tv, maar was in het Peloton, was echt uh, verschrikkelijk aan rit. Ik, uh, ik, ik reed helemaal van achter in het Peloton. En, uh, en Wout uh, reed mij voorbij en, en hij vroeg hoe dat met mij was. Ik zeg: Ja, dat wel, maar ik zit precies toch wel, wel best op, uh, op de limiet. Al. En hij zegt: Ja, maar het is, uh, ze rijden ook wel echt gewoon hard. Dus, uh, het, het, was zowel van, het is voor iedereen hard op dit moment in het peloton. En ik denk dat dat dit jaar in Zwitserland weer niet anders zal zijn. Dat de eerste twee, drie ritten, ook al lijken ze relatief iets vlakker, gaat het niveau gewoon uh, heel hoog zijn. Gaat er een hoog basistempo gereden worden. En dan denk ik dat. Dat Arnault wel kunnen overleven, maar ik denk dat voor de andere sprinters, de pure sprinters, dat echt een uh, impossible gaat zijn. Eigenlijk. Ja, dan blijven we in dezelfde ploeg. Niet zozeer een sprinter, maar wel heel sterk bezig dit seizoen, Maxime van Gils. Die kan ook wel wat forceren in Zwitserland, denken we dan. Ja, absoluut. Ik, ik weet niet of dat hem voor klassement gaat, of dat hem gewoon gaat proberen voor ritten te gaan. Ik heb, uh... Dat zullen we snel zien: hè? de eerste rit, een tweede rit. Jan is daar ter plekke. Dan kun je hem even, even vragen dat hij misschien toch, denk ik, uh, misschien voor een rit gaat gaan. Mm -hmm. Alhoewel het ook niet makkelijk zijn. Hè? Is Van Gils eigenlijk een man die zo'n rittenkoers in het klassement uh, ja, ambities heeft? Want je moet voor, die vooral zelf hebben ook. Hè? Ja, ik, ik zei het, ik ken hem niet persoonlijk heel erg goed. Dus, uh, dus ik weet eigenlijk niet wat zijn ambities zijn. Maar ik, ik, het is duidelijk dat meer als genoeg. Uh, Talent en uh, capaciteiten heeft, denk ik, voor zo'n rittenkoers van een week wel, wel tot een goed einde te brengen. Een grote ronde betwijfel ik eerlijk gezegd een beetje, alhoewel dat je dan ook weer kanttekening moet maken als, als Antonio Tiberi het kan, waarom zou Maxim van Gils het dan niet kunnen? Yeah. Um, dus ik, ik denk wel dat hem het kan. Het is gewoon de vraag: is het zijn ambitie? Uh, wil, wil hij daarvoor gaan? Als ik, als ik hem was, ik zou persoonlijk misschien proberen in rittenkoersen van een week voor klassement te gaan. Maar in grote rondes wel gewoon ritten na te jagen. Uh, omdat ik denk dat hem daar meer glorie in gaat ga kunnen behalen dan bijvoorbeeld uh, een keer negende te worden in, in een algemeen klassement. Wat heel mooi is met alle respect. Maar dan denk ik dat als je een paar ritten kunt winnen in grote rondes, dat je daar meer. Uh, voldoening had gehaald op het einde van hun carrière. Ja, ja. Mauri van Zevenhand, die uh, staat ook op de lijst voor uh, Ronde van Zwitserland, Frank. Ja, dat is ook iemand die pro moet proberen van zich laten weg te rijden in een klassement en te gaan voor een ritoverwinning. Ja. In een groepje wegrijden waar iedereen kan doodrijden bergop en op die manier een rit te winnen. Ik zou dat eigenlijk voor Van Gils ook voorop stellen, maar ja, het is altijd moeilijk in een jonge gast. Ritten winnen kunt altijd, maar een klassement is het hoogste. Natuurlijk, ja, je moet weten tegen wie dat je rijdt. Hè. Hij rijdt wel tegen wereldcoureurs nu, hè, van Gils. Het is, het is niet tegen Janneke en de Mieke dat je dat rijdt. Dus ik zou voor hem in zijn plaats me even laten wegrijden uit het klassement en gaan voor een rit te winnen. Ja. Hetzelfde voor Maurie van 700. Dat zou mijn, mijn idee zijn. Overigens heel veel Belgen hè, bij Soudal Quickstep aan de start in de ronde van Zwitserland. Met naaste van 700 ook. Le Serf, Lampaard. Uh, allemaal uh, bekende namen. Gilles Gelders ook. Aiko Bastiaans. Ja, het is een goede uh, gevulde ploeg met België. Uh, moet serie rijden? Ook, uh, Die staat er niet op. Wie gaat er trouwens voor uh, intermarché allemaal naar Zwitserland, uh, Voor ons gaat Colioni naar daar. Kevin Collioni, Lilian Kalmejan. Uh, Gerben Kuipers gaat zijn eerste World Tour wedstrijd rijden daar. Of uh, rittenkoers uh, rijden. Uh, dan hebben we Arne Marit als sprinter. Die komt wel terug van zijn enkel uh, breuk. Dus uh, dat wordt nog een beetje. Kijken hoe dat, hoe dat zijn conditie gesteld is. En dan, dan verder. Uh, moet ik ook even nadenken wie het dan naar daar gaat. Uh. Uh, Poussato, zag ik die dan Ja, Poussato gaan naar daar. Dat is, dat is juist. Ik denk dat dat een beetje onze man zal zijn voor, uh, voor de eerste drie ritten. Ja, ja mooie selectie toch ook. En uh, met uh, Gerbe Kuipers. Dat is ook. uitkijken naar iemand die uh, ja, op niveau. Kan geraken met, uh, met zo'n rittenkoers, met uh, zijn eerste World Tour Absoluut, ik denk dat we echt nog niet het laatste van, uh, van Gerben gezien hebben. Ik denk dat daar echt nog heel veel rek op zit en dat dat ook iets is dat hem uh, gewoon die een extra stap gaat geven in, uh, in de cross. Uh, wat tot dusver nog altijd wel zijn hoofddoel is, denk ik. Uh -huh. um, dus uh, ja, dus uh, een mooie selectie. En ik, uh, ik denk dat moesten de renners die van een Giro komen goed hersteld zijn, dat we, dat we zeker wel uh, hun zullen zien in, in ontsnappingen in, in de ritten die zich daar uh, tot lenen. Ja. Eén ding moeten we zeker nog aanhalen, mannen, en dat is helaas het jaar één na de dood van Gino Meder vorig jaar. Overleden uh, na zijn crash in de afdaling van de pas Jij zat toen ook in het peloton, uh, Dries. Um, het vervolg in het peloton ook beleefd? Hoe kijk je daar allemaal op terug op die gebeurtenis? Goh, ja, dat is iets gewoon heel diep triest wat dat daar gebeurd is. Ik hoop ook uh, dat hij het niet al te snel uh, nog eens moet meemaken. Mm -hmm. um, maar ik denk dat alles wel allemaal gewoon nog eens Even met de, met de neus op de feiten heeft gedrukt wat dat de risico's van onze sport zijn en dat, uh, dat er misschien ook gewoon dingen moeten veranderen. Uh, en ik zie, ik zie eigenlijk alleen maar positieve dingen op het vlak van veiligheid. Uh, dingen die evolueren, er wordt meer naar renners geluisterd. Uh, en dat zijn allemaal dingen die ik positief vind. Nu gaan we nooit uh, de snelheid er kunnen uitkrijgen, zeker niet in, uh, in een ronde van Zwitserland. Daar heb je gewoon heel veel mooie, grote, brede wegen die naar beneden lopen. Daar kun je nu helemaal niet rond. En dan zijn snelheden richting de 100 per uur nooit ver weg. En. Uh, ja, dan is het gewoon aan ons om het als renners veilig te houden en daar uh, proberen niet, niet op de grond te gaan. Want dan die snelheid kan het gewoon snel, uh, snel verkeerd gaan. En dat hebben we vorig jaar ook gezien. Dus uh, laten we hopen dat uh, dat zeker uh, bij Gino blijft en dat we niet, uh, niet nog meer renners hoeven, hoeven te verliezen. Ja, het overschaduwt zo'n rittenkoers, natuurlijk. Hè. Frank, vorig jaar het was een uh, vreemd gevoel allemaal. Wel, ik zit een beetje in de veiligheid van, van de meeste wedstrijden. Dus, uh ja, je kan alles gaan beveiligen, maar het zijn altijd de renners die toch de risico's gaan opzoeken en de limieten verleggen die er al zijn. Zo heb ik nu vernomen dat ze toch binnen de UCI zouden nadenken om terug de verzetten te limiteren. Ah ja. Dus als ze nu met 55, 56 buitenblad, 11, omdat ze dan nog sneller naar beneden rijden, zo'n bijtrapafdaling, gaan ze om een duur 100 in uur rijden. Als er dan iets gebeurt, natuurlijk als je aan 60 ergens valt of aan 80 eh, valt, dat is eigenlijk, de blessures zijn ver hetzelfde, zolang dat je nergens tegenvliegt. Maar eh, dat zou een van de, de punten zijn dat ze zouden willen veranderen terug, dat ze de limieten van de verzetten gaan op de weg, in de wegkoersen, niet in tijdrit, gaan, gaan limiteren om, eh, om die snelheid toch een beetje naar beneden te krijgen. Want nu rijden ze echt verschrikkelijk. Als eh, wat van aard gevallen is op die baan. In door Vlaanderen daar reden ze 78 km per uur op de GPS. Want ik zat erachter met de motor. Mm -hmm. En toen zag ik ineens de achterwielen boven het peloton steken. Dat ik zeg, dat komt niet goed. Begrijpt u dus, dat zijn dingen die, ja, tot waar gaan we nog? Hè? Met die snelheid. Want de renners, ik moet eerlijk zeggen, je komt aan de start van een wedstrijd. Ik zit van achter met de motor. Ik ben regulator. Ik zit daar van achter. Ik kijk naar de GPS, 65 per uur. 62 per uur. Ze zijn juist gestart. De rit is 200, meer of 200 kilometer. Dus ik denk maar, jongens, waar gaat dat eindigen? Zoiets? En hmm. dan in een bergaf nog grote verzetten, dat weet jij ook genoeg. Dan gaan ze buitenbladen gaan steken van 55, 56. Om nog sneller te kunnen gaan als een bijtrapafdaling in het parcours voorkomt. We hebben het een keer gezien. met Kampenaarts in de Ronde van Italië. Deed het ook. Hij was ook weg in de ronde van Italië. Groot buitenblad gestoken omdat hij zou kunnen demareren in een de bergaf. Dus die dingen denk ik dat ze toch wel een paal en pak gaan aanstellen binnen de UCI, denk ik. Ja, dat hebben we renners eigenlijk ook al horen zeggen de voorbije tijd. Ik heb dat Wout van Haart horen zeggen, Quinten Hermans ook, denk ik, over die beperking van de versnelling. Dries, hoe denk ik daarover? Ja, er is eigenlijk wel best wel wat oneenigheid daarover. Ik persoonlijk ook, ik moet eerlijk toegeven. Wij met de ploeg zijn er echt wel mee bezig, met alles zo... Zo vlot als mogelijk te laten, te laten verlopen. En, ja, ik rijd dit al heel het jaar, eigenlijk praktisch elke wedstrijd met 58 als voorblad. Um, je zou het mij niet geven om mijn, mijn gewicht om daar, uh, om daar rond te krijgen, maar het gaat ook helemaal niet over die 58-11. Het gaat eigenlijk over 58-14, 16 dat je rijdt, om je ketting zo recht als mogelijk te leggen. Um, nu. Snap ik het punt van we gaan, we gaan sneller. Op, uh, het is uiteraard heel erg duidelijk dat we, op, uh, dat we op 58 sneller naar beneden gaan, dan dat we op 54 naar beneden gaan. Maar mijn vraag is dan: als je bijvoorbeeld gaat zeggen, oké, okay, we limiteren tot 56, die 58, ten opzichte van de 56, dat is echt drie per uur dat je gaat winnen. Ja. Als ze zeggen, oké, okay, we limiteren het op 54, oké, okay, dat, is, dat is wel een duidelijk verschil. Daar, daar kunnen niet rond. Een paar ritten heb ik dit jaar gedaan met 54, omdat die, die, voorplateau, uh, die kleine plateau ook kleiner is. En voor de beklimmingen is dat aangenamer. En dan merk ik echt wel een gigantisch verschil. Maar ik heb ook een fiets met 56 en een fiets met 58. En als ik daar tussen wissel, tussen die fietsen, voel ik eigenlijk heel erg weinig verschil. Dus volgens mij moeten ze oftewel dan echt gaan zeggen van. We limiteren op 54. Um, maar dan krijg je natuurlijk ook weer. Het, bijvoorbeeld, zoals de, de valpartij van, uh, van Wout in de afdaling richting de Canarieberg. En dat is ook een punt dat ik uh, even geleden in een podcast met Nicky Terpstra heb gehoord. Als ik naast een renner rijd. en die andere renner rijdt met 54 en ik 58. en wij rijden naast elkaar. ik zit eigenlijk door mijn grote versnelling heel erg stabiel op mijn fiets. Ik beweeg bijna niet wat heel erg veilig is. En die renner met 54, als je mijn snelheid wilt matchen, dan uh, gaan je bijna sprintafferelen zien. En gaan die van links naar rechts bewegen, omdat je zo'n hoge trapfrequentie moet uh, behalen. Om die snelheid te kunnen houden. En dat is in mijn ogen ook niet echt veilig. Um, dus ik merk wel heel veel oneenigheid in, in het Peloton daarover. En uh, ik zou zeggen dat het ook wel echt 50-50 is. Sommige renners zijn er voor om, uh, om dat af te schaffen. Sommige renners zijn er compleet tegen. Uh, ik sta een beetje in het midden, voor mij zou het allebei wel kunnen. Maar ik, uh, ik moet zeggen dat het, het leven op de 58 in het huidige Peloton een pak aangenamer is dan op de 54. <laughs> ja. Het is wel een interessante discussie, hoe dan ook. Fra ja, ja, maar ik, 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 we zijn ermee bezig. Uh, ja, ik weet het van Scott Sutherland. Die heeft mij dan uh, een keer gezegd in de auto. En uh, ik wist dan niet dat ze daarmee bezig waren, maar ze zijn aan het overwegen ook die uh, hoeklessen velgen. Jij kent dat ook. Ik heb nu ook Ride London gedaan. Een meisje die gevallen is, velg in twee gebroken, een, een ferme knal. Die een groene slang die eruit hangt, een band eraf, de velg gebroken. Oké, okay, dat kan door die val zijn, maar dat kan ook zijn dat er daar iets gebeurd is dat die velg gebroken is. Van en fiets heb ik gezien in Waregem die op de grond lag. Ik stond er de eerste bij, identiek wat ik nu zeg: velg gebroken, die een groene inliner eruit. Ja. Is dat door dat, dat het brute manoeuvre die je doet, door je weg te trekken voor iemand aan hoge snelheid, dat dan die een band er kan afgaan? Dat zijn allemaal dingen die het verzet, die hoekles, hoeklesvelgen die ze gebruiken, moeten ze dus daar geen, bij de uci geen, geen paal en perken stellen van jongens, zo moet het zijn en niet anders? Lijkt dan ze nu de fiets gaan uitmeten en wegen en met de scanner rondgaan omdat er geen motortje in zit? Daar moet er toch ook een keer een punt van gemaakt worden, vind ik toch. Ja, en dan, dan pas op, dan moeten we nog blij zijn dat ze die, die liners uh, eigenlijk gebruiken. Want wat, wat nog veel gevaarlijker is, is dat ze die liners niet gebruiken. Op het moment dat je dan eigenlijk lek rijdt, dan zit het precies op ijs te rijden. Die, die liner die zorgt er nog een beetje voor, op het moment dat je lek rijdt, dat je eigenlijk iets of wat grip behoudt op de weg. En dan kun je nog veilig tot aan de kant van de weg geraken. Maar wat je bijvoorbeeld. Uh, Bijvoorbeeld uh, de, de val van Fred Wright in Roubaix. Uh, niet, niet dit jaar, maar vorig jaar is daar een goed voorbeeld van. Die komt eigenlijk uh, zonder liner uh, de eerste steen in Aremberg op, die een band ontploft en die schiet gewoon weg, heeft geen kans. Terwijl het aan de ploegmat van mij juist hetzelfde voor had. zat uh, eigenlijk in de groep van Aard van der Poel... Uh, en jij rijdt eigenlijk de eerste stenen in Arenberg op, ook direct van voor en van achter plat. En wij reden met liners en die houdt hem eigenlijk perfect recht. Ja. Dus ik, ik snap zeker het punt, maar als ze er zonder rijden, zonder die liners, wordt het nog gevaarlijker. En ik denk ook, nu teruggaan van tubeless naar, naar tubes bijvoorbeeld, of naar, naar draadbanden, dat lijkt me echt een, uh, een strijd die bijna niet te winnen gaat zijn, want alle constructeurs zijn ondertussen zo opgebouwd op die tubeless banden en... Uh, dat is eigenlijk compleet het, het marketingmodel dat elke wielfabrikant op dit moment gebruikt. Dus dat lijkt mij een moeilijke strijd om, uh, om te winnen voor, uh, voor de UCI, eerlijk gezegd. En jullie zelf? Vinden jullie zelf dat niet gevaarlijk? Uh... Als je ziet welke valpartijen dat er kunnen gebeuren. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is iets dat... Ik liever een tube... Als je plat rijdt, blijft ze tenminste op je vel. Uh, ja, dat is een zekerheid. Hè? Voilà. Daar, dus, daar ben maar ik Als renner heb je in ook inspraak. CPA dient toch voor iets... Om zulke dingen voor te dragen en te zeggen: jongens, voor ons is het echt niet veilig. Ja, absoluut. Um, maar ik, ik, moet, ik moet zeggen: met die, zolang dat wij met die, met die liners rijden, ik heb er nog niet echt iets mee voorgehad. Uh, bij ons in de ploeg ook nog niet echt, eerlijk gezegd. Um, dus ja, dat, dat is nu niet echt een punt dat bij mij echt zuur op de maag ligt, of zo, waar ik van denk, van, dat moet echt veranderen. Um, maar bijvoorbeeld het punt van de, van de shifters was voor mij ook niet echt iets dat met mij zuur op de maag lag, maar voor andere renners bijvoorbeeld wel. Dus dat is ook denk ik hoe je er een beetje in staat. Uh, ik, denk, ik denk dat er eerder ook uh, gewoon handelingen bij, bij de renners zelf zijn die moeten veranderen voor, uh, voor meer veiligheid te garanderen dan, uh, dan, uh, dan bijvoorbeeld de tubeless banden. Ja, misschien is het gewoon op termijn een combinatie van een mentaliteitsshift en innovatie van... Uh Techniek. Ja, t, t, constructeurs moeten er t, een t, beetje op inspelen en luisteren naar renners. Als zij zeggen, en wij de jongens, dat is veel te gevaarlijk, gaan zij wel iets proberen uit te vinden dat dat wel veilig wordt. Ja. Met hetzelfde systeem. Maar er moet een, een overleg zijn tussen de twee partijen. Ja, sowieso. En bijvoorbeeld iets wat ik, wat ik nu van trainersperspectief per, kan aanhalen, iets waar ik me echt gigantisch aan geërgd, geërgerd heb in de Giro, is, uh, is drinkbussen en, uh, en uh, etenszakjes hoe renners daarmee omgaan. Dat is echt. Ik heb de meest idiote dingen gezien. Ik heb, bij het uh, weggooien, van, bij het ding, weggooien van, dan, ja. uh, van een bidon of van, uh, van een voedingszakje. Sommige renners, ja, het is natuurlijk gemakkelijk. Je rijdt halverwege het peloton, jij smijt je drinkbus weg. Ja, jij gaat er geen last van hebben natuurlijk, mm. maar het zijn de renners achter u. Als die drinkbus een volle drinkbus uh, op de weg komt gerold en je rijdt daar verkeerd over, dan heb je gewoon niks te zeggen. Lig je ligt het direct op de grond. Ik heb uh, in een van de, de zesde of de zevende rit, een vlakke rit, de rit dat Benjamin Thomas won, mm -hmm. um, rijden wij over een grote steenweg. dat ging enorm snel, want hadden, iedereen had snel door van die vlucht gaat hier moeilijk terug te pakken worden. Dus het was wind, uh, wind in de zij, dus we reden 60 per uur. En ik zie een renner van Tudor een, uh, een voedingssaksje aanpakken. pakken. Die pakt daaruit wat dat hij moest hebben. En die gaan naar de kant van het peloton om dat zakje weg te smijten en Pak 100 meter voor hem, was een schone open ruimte, waar je dat kon wegsmijten. Daar ging niks gebeuren met dat sax. met Dus ik zeg, oh, oké, okay, goed, je rijdt rijd nog een beetje voort voor dat daar weg te smijten. Nee, wat doet je gast? Die rijdt die 100 meter vooruit. En op die open ruimte daar stond één boom. En je smijt dat saxje gewoon echt los op die boom. Die drinkbus schiet daaruit en die gaat gewoon door tegen 60 per uur recht door mijn voorwiel. Oeh. Als ik daar gewoon een beetje minder geluk heb, ga ik gewoon tegen 60 ah, ja. per uur op de grond, pak ik 20 man achter mij mee. En wat wordt er dan gezegd? Ja, Zie je zie zie hier liggen op een rechte weg? Ja, natuurlijk. Ja, je begrijpt niet waarom dat komt. Je, je, dat is echt iets dat er bij mij niet in kan. Van hoe kunnen nu zo dom zijn om in een hele open ruimte dat straks op, op de enige boom te smijten dat daar staat? Ja. Dus ik, ik vind ook, ja, we kunnen zo ver gaan in veiligheid als dat we zelf willen, maar we moeten als renners ook soms wel eens. Ja, ja maar dat is, dat heb ik al gezegd van in het begin. Hè, de renners zelf zijn en, ook soms een ja. beetje. En gewoon eens even kijken naar onszelf. Van, uh, doen we soms ook gewoon de basisdingen wel niet, niet verkeerd? Of moeten we ook eens niet gewoon. Uh, Soms een beetje veiliger zijn met, met sommige zaken. Natuurlijk, als je een drinkbus aanpakt en je pakt ernaast en ze komt op de weg. Ja, daar kunnen je niks aan doen. Mm -hmm. Maar soms zie ik ook gewoon renders van 80, 90 per uur een rechte afdaling naar beneden en drinkbus wegsmijten. Dat ik denk van, waarom gooide die hier weg? Die ja. moest nu eens in het slechtste geval terug op de weg komen. En ja, jij gaat er zelf geen last van hebben, want het zijn de renners achter u. En zo, zo van die kleine dingen, dat ik denk van, oké, okay, we kunnen wel. Soms bij valpartijen heel kwaad worden op, uh, op dingen dat de organisatie daar misschien verkeerd heeft gedaan, maar een beetje aan ten eigen boete mag, mag ook wel, vind ik. Ja, absoluut. Goed, mannen, onze tijd is helaas beperkt. We moeten stilaan afronden. Dries, uh, hoe ziet jouw zomer er eigenlijk uit? Want je gaat de Balwaze Belgium Tour ja, rijden? Ik, uh, ik doe dit weekend uh, de Waarzorth-Hageland en dan ga ik, uh, ga ik door naar de uh, Balwaze Belgium Tour en dan doe ik nog het Belgisch kampioenschap. En dan heb ik eigenlijk. Uh, een best lange break van zes, zeven weken. En uh, dan daarna valt eigenlijk nog een beetje te zien uh, wat ik ga doen. Maar ik, heb, uh, ik ga het eerste deel van het seizoen afsluiten met bijna 55 koersdagen. Dus uh, een beetje rust kan geen kwaad. Wat zou je nog, doen? nog graag doen in het najaar of in uh, de zomer? Wat, wat ik eigenlijk graag de zou doen is, uh, is de Ronde van Polen, Renewy Tour. En dan uh, terug naar Canada voor uh, Quebec en Montreal. Dat lijkt me wel leuk. Maar we moeten een beetje met, uh, met de ploeg bekijken of dat dan mogelijk is. Uh, en anders. Uh, Doe ik met alle plezier het programma dat ze mij voorschoten. Nou, Frank, jij neemt de eerste ritten van de Ronde van Zwitserland voor jouw rekening in de commentaarcabine hier? Ja. We gaan proberen er het beste van te maken. <laughs> dat want zal dan lukken. Er geen gaan als op de grond liggen in de proloog. De Ronde en... van Zwitserland is uh, live te volgen bij ons op Pixplus Sports vanaf uh, zondag 9 juni. En tijdens de Tour de Suisse is er ook elke avond ons programma Muzetten met telkens een ruime samenvatting. Van de rit en nog meer reacties vanuit het peloton. Dat was het voor deze aflevering van Derailleur. Bedankt aan Dries de Poter en Frank Hosten. En u bedankt voor het kijken en luisteren. Graag tot een volgende keer.